De man waar we het vandaag over gaan hebben staat bekend als een trotse man die zich niet liet intimideren en nooit het handje wilde ophouden om te vragen aan anderen. Maar één specifieke eigenschap waar ik het met jullie nog meer over wil hebben, is zijn connectie met een bepaalde daad van aanbidding. De grootste daad van aanbidding die we hebben binnen de islam. Je raadt het al: het gebed, het gebed, het gebed. Asalaamu Alaikum. Welkom bij Nujum, het programma waarbij we iedere week stilstaan bij het leven van een van die grootste persoonlijkheden die onze omme heeft voortgebracht. En we gaan het vandaag hebben over niemand minder dan Sa'id ibn al-Musayyib, rahimahullah. Sa'id rahimahullah, werd geboren in het 17e jaar van de Hijra. In Medina, dus voldoende Sahaba om hem heen. En daar maakte hij rijkelijk gebruik van. Hij leerde van heel veel van hen en nam de kennis van hen. En er wordt één specifieke Sahabi genoemd waar hij constant bij was en van aan het leren was. En dat was niemand minder dan Abu Hurairah. Tot in zo'n mate dat hij alle ahadith van Abu Hurairah radiallahu anhu heeft overgenomen en heeft verhaald. En zoals jullie wellicht nog weten van het vorige seizoen, Abu Huraira is degene van de Sahaba die meer dan 5000 eh hadith heeft overgeleverd van de Profeet Sallallahu alayhi Wasallam. Maar Said nam ook zijn kennis bij anderen van de Sahaba, onder andere bij Ibn Umar, dus de zoon van Omar. En daar nam hij een specifiek geduld van de kennis, was namelijk dat hij de oordelen die Omar had geveld tijdens zijn leven, tijdens zijn kalifaatschap, die nam hij van hem. En die leerde hij. En hij stond daar ontzettend onbekend. Nu wil ik één punt aanhalen. Een keer werd imam Ahmed, dus jaren later na het overlijden van uh, Sayyid ibn Musayyib, en imam Ahmed die bekend staat als een muhaddith werd gevraagd, als wij een keten vinden dat Saïd verhaalt van Umar radiallahu anhu. Is dat dan een correcte keten? Is dat betrouwbaar? Waarop hij zei, als we dat niet zouden accepteren, welke keten zullen we dan wel accepteren? Degenen die scherp hebben geluisterd hebben er net iets gehoord. Wat zei ik? Ik zei hij is geboren in het zeventiende jaar. En wanneer kwam Omar radiallahu anhu te overlijden? In het drieëntwintigste jaar. Hebben jullie door? Op wellicht zeven jaar leeftijd. Niet eens de tien. Al zeggen we extreme mate qua schatting zou hij niet eens de tien hebben bereikt. Toen al was hij bezig met het vergaren van kennis. Toen al werd hij bestempeld als betrouwbaar om het hadith van de profeet alayhi wasallam, te verhalen. Zoals gewoon bij alle zelf die wij noemen, zien we dat de kennis die ze hadden, dat ze die omzetten in daden van aanbidding. Zo ook was dat bij Sa'id ibn Musayyib niet anders. Hij stond bijvoorbeeld stond bekend dat hij heel veel ging vasten. En dat hij zelfs in zijn leven veertig keer de hajj heeft verricht. Dat is immens veel. Maar één daad van aanbidding, daarom staat hij heel erg bekend. Namelijk het gebed. Zo vertelt hij in een uitspraak van hem, hij zegt, degene die vijf gebeden in de moskee verricht, die heeft eigenlijk heel de wereld gevuld aan goedheid. En hij voegde wederom daad bij woord. Zo wordt er van hem verhaald, luister goed, zo wordt er van hem verhaald, dat hij 40 jaar lang het gebed niet heeft gemist, gezamenlijk in de moskee. 40 jaar lang. En er wordt ook verhaald dat hij heel vroeg naar de moskee kwam. Dat hij 40 jaar lang de Evan niet buiten heeft gehoord. Dus niet buiten heeft gehoord, dat betekent dat, dat hij voor de Evan, dus zo vroeg al in de moskee was. En ook dat er wordt verhaald dat zeiden, hij heeft 20 jaar lang. Niet naar het achterhoofd gekeken tijdens de rijen in het gebed. Niet gekeken naar het achterhoofd van, het, van iemand in het gebed. Wat betekent dat? Hij stond als eerste in de rij. Hij stond op de eerste rij. Hij wist wat het belang was van het gebed. Hij wist dat dit het koord is met Allah subhanahu wa ta'ala. En je ziet dat hij enorm waakzaam was over het gebed. Tot in zo'n mate dat het zelfs ten koste ging van zijn gezondheid. Wat wordt er verhaald? Dat hij op den duur ziek was en een ziekte had aan zijn ogen. En het medisch advies wat hij kreeg is, ga, naar, ga trek de natuur in, al is het voor een nacht, zodat je ogen uh, baat uh, hebben bij, bij die frisse lucht. En toen vroeg hij, hoe zit het dan met al en Fajr bijwonen in de moskee? Want die zal ik moeten missen. En hij weigerde erom, om erop uit te trekken. En het ging zelfs verder. Zelfs met gevaar voor eigen leven wilde hij, koste wat kost, het gezamenlijk gebed bijwonen. Zo wordt er verhaal dat in het 63ste jaar van hijra na een inval van een, van een bepaalde leider, dat er chaos was in Medina. Gevaar voor iedereen. En er werd ook gezegd: niemand mag zijn huis verlaten, niemand mag dus in de moskee gaan bidden. Gevaar voor eigen leven. Niemand, maar dan ook niemand, haalde het in zijn hoofd om zijn huis te verlaten om naar de moskee toe te gaan. Behalve Saeed ibn al-Musayyim. Deze man hield heel goed door. Het belangrijkste wat ik heb is het gebed. Koste wat kost, zal ik dat, dat bijwonen. Wanneer we het hebben over Saeed ibn al-Musayyim, dan zie je bijna dat de alle geleerden één specifiek verhaal over hem vertellen, namelijk toen de hand werd van, van zijn dochter werd gevraagd. Aanvankelijk werd er wat gebeurd, er werd aangeklopt. En wat was het? Een boodschapper van de, van de, van de leider, van de kalieven. Die zei. Uh, wat zei hij tegen hem? Hij zei: Heel de wereld heeft zich voor je opengespreid. Op welke manier? Hij zei: De zoon van de kalieven heeft de hand gevraagd van jouw dochter. Oftewel, als jij dit laat gebeuren, dan zul jij de, de, de schoonvader zijn van de toekomstige kalieven. Oftewel, je zult heel rijk zijn. Wat was zijn reactie? Hij zei. Als heel die dunya niet eens de vleugel van een vlieg waard is bij Allah, wat heeft de geliefde dan aan mij te geven? En wat zien we later? Toen iemand anders wilde trouwen met zijn dochter, namelijk een van zijn leerlingen, toen was hij wel bereidwillig. En gaf hij zijn toestemming en hielp daarbij. Was dit een leerling die heel rijk was? Nee. Een hele arme persoon die zoals wordt verhaald niet eens twee dirham maar omdat het een godsvruchtige persoon was met kennis, liet hij en wilde hij dit huwelijk laten voorttrekken. En een kleine boodschap aan de zusters. Die denken dat kennis vergaren iets is echt voor mannen of voor broeders alleen. Dan zeggen we: kijk naar dit voorbeeld. De dochter van Saïd ibn al Nadat de Witte Broodsweken voorbij waren. en haar dus, haar nieuwe man en leerling van haar vader. erop uit wilde trekken en de deur uit wilde gaan. vroeg ze: hem, Waar ga je heen? Zei: Ik ga naar de les van je vader. De les van Saïd, ik ga weer mijn lessen vervolgen. Waarop zij ze tegen hem zei, blijf maar hier. Al de kennis die mijn vader heeft, die heb ik ook en kun je bij mij vinden. Zij was, rahimahallah, had dus ook de kennis vergaard van haar, van haar vader. Iets heel moois om aan te halen ook bij, bij deze man, is het feit dat hij niets gaf om de dunia, betekende dus niet, betekende bij hem niet, dat hij dus niet bezig was met handeldrijven. Hij was een succesvolle handelaar en was heel rijk en had heel veel geld. Hij liet heel duidelijk zien dat geld mag je hebben, mag je gebruiken, zolang het in je zak zit en niet in je hart. En dit adviseerde hij ook aan anderen. Waarom? Zodat je je hand niet hoeft op te houden. Hij wilde als trotse man door het leven gaan, dat hij van niemand iets hoefde te krijgen, dat hij zelf zorgde voor brood op de plank. En zo wordt verhaald dat hij 30.000 Dilham nog te goed had van de staatskas, geld wat hij dus eigenlijk hoorde te krijgen. Maar hij weigerde dit als trotse man om dit aan te nemen. Uiteindelijk kwam hij in het 94ste jaar van de kwam hij te sterven, rahimahullah, na een leven vol goede daden, vol kennis, vol vroomheid en vooral vol gebed.